Ja, het is vandaag maandag 26 augustus 2013 en ik ben hier nog even met een klein stukje vervolg bezig van de aanleg van de hoogspanningsleidingen naar de vliegbasis Moensrecht. En ik ben ondertussen aan de andere kant, van de snelweg A58 terechtgekomen. En ja, dan zegt men in Nederland, men is een beetje doorgeschoten ten aanzien van de natuur. Wat we hier nu zien, dat is heel interessant. Je ziet nu die paar kleine eikjes staan. Ja, het zijn eigenlijk prul-eikjes, zouden wij zeggen. Eikjes van niks. Maar die mogen er niet uit. Want die mogen absoluut niet worden gerooid. Die liggen dus in de weg van die leiding. Maar nou vragen we ons af, wat moet dat extra kosten? Zie je die mannen hier bezig met de buizen, die niet alleen onder deze twee eikjes doorgaan, maar achter mij nog meerdere eikjes. Die moeten onder de wortels door, om zodoende die schamele eikjes, want meer zijn het niet, te kunnen sparen. Want die mogen er namelijk niet uit. Ja, je vraagt je soms af of we in Nederland niet te ver zijn doorgeschoten. Of we niet gek zijn geworden. Nou is het natuurlijk fantastisch dat je hier werkgelegenheid mee schept. Hè? Dat is zo. Wij weten dat er vroeger werd gezegd dat men op Vrederust de mensen die daar werden bepleegd, bladeren van A naar B liet kruien. En van B weer naar A. En van A weer naar B. En zo waren ze de hele dag bezig. Nou, we zullen zeggen dat dit niet helemaal hetzelfde is. Je mag het serieus nemen. Maar wij kunnen het met ons praktisch boerenverstand toch niet serieus nemen. Maar goed, voor grondwerken, Zoetermeer BV enzovoort enzovoort. Al die bedrijven is er natuurlijk werk. En als er een werk verlegen zitten, ja, dan kun je inderdaad bladeren gaan kruien van A naar B en van B naar A. Kijk, en zo is het dan geworden, want hier hebben we dus ook die paar eikjes. Daar worden dus buizen onderdoor gedaan en daardoor moeten de kabels komen. Want die liggen precies in de weg van die eikjes. Nou, en de vraag zal zijn of die eikjes daar wel van kunnen groeien. Ja, die mannen die hebben er wel lol in dat dat gebeurt. Ja, wat kan niet het schelen als die natuurlijk maar werk houden. En dat ze op het eind van de maand het salaris overgemaakt hebben. En dat ze daardoor natuurlijk weer aan de gang zijn gebleven, maar dat is wel interessant. Overigens zijn de werkzaamheden voor het aanleggen van de hoogspanningskabel naar de vliegbasis Moensrecht nog steeds in volle gang. Wat ze hier nu aan het doen zijn, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval. Wat ben je nou precies aan het doen? Ja. Ja, ik spreek nu even met Mario Kouwenberg. En van het, wat voor bedrijf is dit? Grondwerken Zoetermeer. Grondwerken Zoetermeer. En jullie doen uitsluitend alleen deze raketboringen? Alleen raketboringen. Dus dat kan door het hele land zijn waarschijnlijk? Van Den Helder tot aan Roermond en vanaf de Scheveningen tot aan de Duitse grens. Is dat een gespecialiseerd vak? Ja. Natuurlijk. Ja. Zo mag ik het wel zeggen. Ja. En dat is jouw maat? Dat is mijn maat. Ja. De geluidsman. En daar kijk je wel een beetje mee over de weg. Ja. Nou, maar dat is interessant werk wel. Jawel. Maar ja, dit zijn al eigenlijk maar kleine boompjes natuurlijk. In principe wel. Maar je komt ook wel eens enorme eiken tegen of zo. We variëren wel ongeveer een meter in. Maar dan moet je waarschijnlijk veel dieper gaan, of niet? Het ligt er maar net aan hoe de wortels gezet zijn. Zijn naar buiten gezet of zijn die recht naar beneden gezet? Want ja, met het doorsteken van die buis kun je natuurlijk de boom niet echt beschadigen. Ja, je kunt ook uit een paar wortels wegduwen. Ja. Maar ja, die hakt die gewoon af. Maar in principe, zo'n bomen gaat precies onderdoor. Ja. Maar komt het wel eens voor, want ja, jullie moeten een rechte lijn aanhouden, dat je nog een vrij oude boom, en dat je precies op de penwortel komt, dat je denkt, hey. Zeg maar, wat is het voor een boom? Ja. Kan die wortels recht omlaag of zijn ze gezet aan de zijkant? Ja, precies. Dat is elke keer anders. Precies, elke keer anders. Bij een oude boom is het weer heel anders. Ja. Nou, heel apart vak. Eigenlijk een vak dat helemaal gevoed wordt door de liefde voor de natuur, hè? Ja, wat vroeger zouden we zeggen, omzagen. Nee, dat doen we niet meer. Oké, dank je.
Ja, we hebben weer een nieuwe term gehoord, een nieuw begrip, raketboring. En dat zien we hier gaan gebeuren. Door die ijzeren buis wordt vooruit geduwd. En die gaat zo straks gewoon onder de grond door, onder de boom door. En dan komt hij aan de andere kant als voeten er weer uit. Dan komt hij straks gewoon aan de andere kant eruit. Ja. En dan gaan we met persbrug. Ja. Mooi systeem. Dat is wel, hè? Goed de grond onder de rukken. Grondwerken Zoetermeer BV. Ja, dat moet nog mooi en echt gebeuren natuurlijk. Ja, de vol verwachting klopt ons hart. Hier bij die jalon. Daar moet straks die buis weer uit de grond komen. Maar dat kan niet misgaan natuurlijk. Maar dat kost wel een beetje kracht. Dat kun je wel horen. Raketboring. Mooie uitdrukking. Ja, elk vak heeft zo zijn eigen specialiteit. Hè. Die buis die nu de grond in wordt gedreven, die van voren open en dus die komt vol grond. En dat is ook de bedoeling, want zou je dat niet doen, dan wordt die grond weggedrukt en dan krijg je een bult in de weg. En als straks die buis aan de andere kant eruit komt, dan wordt die weer met persvlucht schoon geblazen. Dan wordt de grond eruit geblazen. Dus de grond die wordt verzet door de buis, wordt gelijk meegenomen omdat die hol is. Weer wat nieuws van je. We zijn nu zover dat de grond begint te scheuren. De buis is bijna er doorheen, de tunnel. De mannen staan nog even te kijken of het allemaal naar wens verloopt. De aarde scheurt. Oh, we zijn er bijna. Stop. Oh, dat is een beetje pech voor die man, want hij is net iets te kort uitgemeten. Dus hij is aan het eind van de duw de grond gescheurd, maar hij komt er net niet uit. Dus we zullen nu toch even een kleine andere maatregel moeten nemen. Pneumatische hamer, zou je kunnen zeggen. Die wordt nu opgehaald en die wordt bij de volgende buis gekoppeld. Want er liggen er twee en er moeten natuurlijk meer dan 6 kabels doorheen. 8 eigenlijk, die we eerder hebben gezien bij de werkzaamheden van de aanleg
van de hoogspanningsleidingen naar de vliegbasis. Kijk, en dan krijgt deze gebeurd. We moeten nog een klein stukje doen aan deze kant van de weg, want straks staat Ginter nog achter, vlak bij de basis, bij de boerderij van Oerleman. En dan zijn ze hier weer voorlopig klaar. Rondwerken Zoetermeer BV. Je hebt hier ook meteen een mooie profielkuil, zoals we dat noemen, van de grond. Je ziet dat er bovenop een laag zwarte grond zit en dan kom je echt puur in het gele zand. Maar hoe dikker die laag zwarte grond is, hoe vruchtbaarder de grond voor de landbouw is natuurlijk. Ja, en men moet natuurlijk niet alleen rekening houden met de wortels van de bomen, maar ook nog met een riool. En dat zien we hier. En vandaar dat die buizen veel dieper liggen dan daarachter. Dit is meer dan 2,80 meter, geloof ik. En dat zie je ook heel duidelijk, want daarboven, net achter die kabels, zie je een hoofdriool. En daar moest men ook nog ruimschoots onderdoor. Ja, en dan moet je natuurlijk weer terug naar de normale hoogte van circa een meter. Dat achteraan helemaal. Het is een gespecialiseerd vak, zoals we al hoorden. En je komt natuurlijk van alles en nog wat tegen. Nou ja, het is maar hoe je bekijkt. Die bomen zijn gespaard. En dat heeft wat gekost. Het kost nog extra tijd. Maar als straks de grond weer dicht ligt, dan ziet niemand er meer wat van. En dan kunnen de bomen voortgaan in hun groei. En ja, dieven, ja, toch wat. Voor schaduw en schoonheid. Laten we het daar maar ophouden. Dat mag wel kosten. Daar zijn we het over eens in Nederland. Lang en lang en breed. Ja, en we hebben trouwens ook begrepen van de mannen die hier werken dat de gestuurde boring straks, die hier onder de snelweg door moet, vanaf zeg maar de Korte Ven. Wat hier achter de bosjes ligt en dan gaan we hier onder de A58 door, dat daar voorlopig nog geen kijk op is, want de vergunningen die zijn nog niet binnen. Je zou zeggen, ja, als je weet dat je dit gaat doen, dan zullen de vergunningen wel tijdig binnen zijn, maar op een of andere manier malen de ambtelijke molens nog zodanig traag dat af en toe wel voor vertraging kan zorgen.
tweede buis ligt nu ook tot zijn maximum erin. En nou de aandrijving, de luchtaandrijving eruit. En dan wordt hij straks aan de volgende buis gekoppeld die nu even tijdelijk verlengd is. Waardoor men weer voldoende druk kan opbouwen om pneumatisch het gas verder te duwen. Nou wordt hij gekoppeld natuurlijk aan de verlengde buis. En nou, dan duurt nog straks zo door het andere gat naar buiten komen. Even een beetje passen en eten. Dan gaat de grond, die wordt eruit geperst nu. Dat gaat mooi. Ik ga uit meneer hoor. Hé? Ik ga uit. Ja, we zijn net op tijd weggesprongen. We zijn net op tijd weggesprongen, want de lucht, de laatste lucht, kwam met een soort explosie naar buiten. En je ziet de damp, zie je er nog uitkomen, maar het is allemaal keurig gegaan. De buis nog doorheen, maar ze zijn het gat al een beetje ruimer en een beetje wijder aan het maken om gemakkelijk te kunnen werken natuurlijk. Ja, en als je die waarschuwingsborden ziet, dat is de weg naar de vliegbasis. Je loopt hier af, je zit hier nog bovenop de Brabantse Wal. En we gaan straks achter die bocht in. Daar heb je de basis liggen. En daar moet het allemaal uitkomen. We zijn voor alle duidelijkheid even wat verder gereden en we zien hier Johan in de kraan en op de achtergrond, ja, daar zien we de vliegbasis. Nou moeten ze nog in een rechte lijn, ze gaan even deze kant uit zo en dan gaan ze daar langs door het weiland in een rechte lijn zo'n beetje naar die gebouwen, naar de basis. En dan zijn ze er, ja, dan zijn ze er nog niet helemaal. Want dan moet er nog natuurlijk daar op de basis zelf nog het een en ander worden aangelegd. Maar er moet nog heel veel gebeuren, want er liggen in feite nu nog maar twee secties van 750 meter in de grond. En daar zijn we er nog lang niet.
krijgen we dus ook al te maken met grondwater. We zitten hier aan de voet van de Brabantse Wal natuurlijk. Ja, en dan zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het verder graven van de kabel naar de basis daarachter begonnen. En ja, dan moeten ze natuurlijk deze kant uitkomen. En dan hebben we hier achter ons de basis. Kennelijk een aantal vliegtuigen warm geblazen of warm gedraaid. Ja, die hebben ze de nodige energie nodig. En je ziet al, dat vliegtuig dat staat daar achter een enorme geluidswal. Ze hebben ondertussen de hoogspanningskabels hier naar de boerderij van Oerlemans gerold. Dat wil zeggen de kabels die hier voor de laatste secties nodig zijn. En die liggen nu te wachten totdat ze kunnen worden gebruikt. Het is mooi frappant, het contrast. Daarachter liggen de ronde balen met daar het veevoer. En hiervoor liggen de haspels met de communicatie en de powerlijnen. Ja, het is hier duidelijk te zien dat we op de Brabantse Wal zijn. Je ziet de weg naar boven gaan daar. En dan komen we hier aan de Groene Weg. De bocht. En ja, dan zijn we zo weer terug bij bijna het eindpunt waar straks de kabel moet uitkomen. Dus nog, het nodige is er nog te doen.